Zijward van Linde, bekend van zijn mondkapjeshandel, is verontwaardigd over de recente publicatie van Privé waarin foto's zijn afgedrukt van een wildplassende Matthijs van Nieuwkerk. Zijward noemt het triest dat dergelijke privébeelden worden gedeeld. In 2024 reist de vraag of het nog wel acceptabel is om BN'ers in hun privétijd te achtervolgen en hun onwetende momenten vast te leggen. Matthijs van Nieuwkerk werd zonder zijn medeweten gefotografeerd tijdens wildplassen langs de autoweg, wat veel verontwaardiging opriep. Het televisieprogramma 6 noemt de publicatie belachelijk. De foto's verschenen ook op sociale media, waaronder x, waar werd van Liende zijn ongenoegen uitte. Triest om dit te plaatsen, verklaarde hij. Hoewel de foto's al in privé stonden, vond werd het ongepast om ze verder te verspreiden, tenzij je van hetzelfde niveau wilt zijn als de privé, voegde hij eraan toe, waarmee hij de publicatie bekritiseerde. De reactie van werd oogste echter weinig sympathie. Een gebruiker genaamd Mol merkte op... Nederland voor een paar miljoen oplichten vind ik dan weer een stuk triester. Enzo voegde daaraan toe dat de intrieste zijwerd nog iets triest durft te vinden... dat is pas triest. Wouter maakte het persoonlijker. Hoeveel mondkapjes kun jij tegelijk in je strot proppen? Ik hoor het graag. Niet alleen zijwerd, maar ook anderen spraken hun afkeuring uit over de actie van privé. Journalist Bas Hakker reageerde met... Jezus jongens. Een gebruiker genaamd Birgit vroeg zich af... Hoe zielig ben je als weekblad om iemand dagelijks te gaan volgen? Zuster besloot met ja, nou en je zal maar nodig moeten. De discussie roept bredere vragen op over de grenzen van privacy en journalistieke ethiek in het huidige mediaclimaat.